Het is belangrijk om goed te begrijpen dat tv-kijken enorm geëvolueerd is. Er zijn streamingdiensten opgezet. De tv-kijker thuis wenst de media nu eenmaal op een andere manier te krijgen. Andere platformen zorgen dat we op een andere manier dienen te werken. Eleven is dus een contentbedrijf en sinds 2 jaar zijn we dus ook rechtenhouder van de Jupiler Pro League en alle competities van de Pro League. In het kader van het project Belgisch Voetbal heeft Eleven eigenlijk een nieuw ecosysteem gecreëerd met een aantal bestaande partners en een aantal nieuwe zoals Mediapro. Mediapro, Woestijn, Vis, Proximus en Eleven, die vormen dat ecosysteem en die willen de best mogelijke content op de best mogelijke manier bij de fans brengen. En vandaag doen wij dus die future-proofed productie en ik ben ervan overtuigd dat dat een heel goed resultaat zal opleveren. Vandaag sturen we de feed met de 5G-connectiviteit naar de play-out. Dus het is eigenlijk de complexiteit van de productie die we met 5G willen vereenvoudigen. Dus efficiëntiewinsten, maar dus ook de mogelijkheid bieden om meer dingen te integreren zoals TikTok vandaag. Enerzijds gaan we de wedstrijd via 5G naar het streamingplatform van TikTok brengen, zodoende dat de supporter thuis de wedstrijd op een andere manier kan beleven. Daarnaast worden ook 2 nieuwe 5G-camera's getest. De bedoeling is dat 5G een gegarandeerde bandbreedte voorziet. We zullen een stuk van het netwerk specifiek reserveren voor deze toepassing, zodoende dat, ondanks we in een vol stadion zitten, toch een zekere quality of service kunnen bieden ten opzichte van Eleven. 5G zorgt ervoor dat we ook operationeel geen kabels meer hebben en heel efficiënt kunnen werken. Dit samen zal ook tot een kostenbesparing leiden voor de sector. Het project vandaag is een co-creatieproject tussen Proximus en Eleven Sports. De bedoeling is dat we ook met andere mediabedrijven nieuwe use cases gaan uitwerken.